We kunnen weer opnieuw beginnen. Ach. Bijna Tweede Kamerverkiezingen met veel lijsttrekkers die jullie misschien niet allemaal even goed kennen. Tijd om ze voor te stellen dus. En vandaag in een heerlijke open lucht met een lijsttrekker die eerst bij de Tina heeft gewerkt, het meidentijdschrift. En nu bij de Partij voor de Dieren. Hier is Esther Ouwehand. Esther Ouwehand is 47 lentes jong. Ouwehand is vegan. Dat betekent dat ze niets eet of gebruikt van dieren. Dus geen vlees, geen eieren en ze draagt ook geen leren schoenen. Haar partij wil minder boerderijdieren in Nederland en is tegen dierentuinen zoals ze nu zijn. Hallo. Waarom wilde u hier afspreken? Nou, we zijn hier bij de Nobele Hoeve en dat is een opvangplek voor dieren die normaal gesproken in de bio-industrie leven en in het slachthuis eindigen. Varkens zijn hele vrolijke, enthousiaste dieren. Ik zie wel dat we een beetje kunnen opruimen. Wordt gelijk aan het werk gezet. Nou, het liefst zou ik hier iedere week een dagje komen helpen. Dan zie je gewoon dat het net zulke leuke dieren zijn als de hond die je thuis hebt. Het zijn ook gigantische drollen, joh. De Partij voor de Dieren. Ik kan denk ik wel raden wat jullie belangrijk vinden. Wij vinden het heel belangrijk dat we beter omgaan met dieren. Maar komen jullie dan ook wel een beetje op voor mensen? Dat is hetzelfde. Want als je goed zorgt voor de dieren, dan zorg je ook goed voor de natuur. Dan zorg je goed voor de kwetsbaren. Oh! Ja, ik blijf bij de cameraman in de buurt. Het is, zijn echt heel groot. Ik vind het ook wel opmerkelijk dat Malou van de redactie staat gewoon niks te doen. Dag, maar. Vond u als kind dieren ook al belangrijk eigenlijk? Ja, toen ik 16 was zag ik wat er met dieren gebeurt voor vlees. En toen dacht ik, oh, daar wil ik echt nooit meer aan meewerken. En toen werd ik vegetariër. Oh! Hallo! Ja, zo is er natuurlijk geen begin aan. Nu zijn er wel boeren die niet zo blij zijn met de Partij voor de Dieren. Hè? Die zeggen, ja, die partij wil ons allemaal weg hebben. Ja, ik begrijp dat het voor boeren best ingewikkeld is dat je iets anders moet gaan doen. Maar we hebben juist meer boeren nodig in Nederland. Maar niet meer met het fokken en doden van dieren. Wel veel blubber. Of is het poep? Nee, je hebt wel poep aan je broek. We gaan Mila en Eefje iets te eten geven. Ja, het smalle deel voor. Ja. Nou goed, kijk eens even. TikTok of Instagram? Instagram. Koe of een varken? Oh, dat vind ik gemeen. Dat vind ik gemeen. En de varken. Grunten of headbangen? Headbangen. Ik vind een stevige gitaarband heel fijn, ja. En dan staat u dus zo te headbangen? Nou, dat valt wel mee. Maar ik doe wel een beetje zo met mijn hoofd. Ja. Wat op te nemen voor de dieren. Maar ik heb thuis geen dieren. Thuis geen dieren? Nee. Partij voor de dierenlijsttrekker en dan geen huisdieren. Ja, maar ik heb het dus heel druk. Of had ik... Of had u dieren? Had ik dieren? Oh, had ik dieren? Nee. Had? Nee. En of? Nee. Waar? Ik zou je ondertussen interviewen. Ja. Goed zo, lieverd. Heel mooi. Voor kinderen is het super belangrijk dat de natuur herstelt, dat we een gezond klimaat hebben, dat we goed omgaan met dieren. Ik vind het ongelooflijk dat de kinderen zonder ontbijt naar school gaan, terwijl er heel veel geld in Nederland is. Dus dat moeten we gewoon eerlijker verdelen. Aardiger voor elkaar gaan zijn en ook als iemand anders is, dat dat niet tot ruzie leidt. Staat erop hoor. Oh, daar gaat hij weer. We kunnen weer opnieuw beginnen, want het ligt weer op de grond. Maar dat komt. Ik ben hier niet blij mee.